Bezuinigen zou een hervorming kunnen zijn, hè, als je iets afschaft wat bijvoorbeeld de arbeidsmarkt frustreert. Dan zou het een hervorming kunnen zijn die de groei bevordert. Maar ik zie dat soort maatregelen helemaal niet genomen worden. Dus de bezuinigingen die nu genomen worden zijn grotendeels lastenverzwaringen. En het zijn verlaging van inkomens, ambtenaren met name, die de bestedingen remmen en verder niks doen. En die bestedingen remmen, de zogeheten uitverdieneffecten, waar het CPB dan steeds over heeft, die zijn erg groot. En dus de negatieve effecten van het hele pakket zijn zo groot dat we voorlopig niet meer aan groei hoeven te denken. Ja, naar mijn idee was er eigenlijk helemaal niet zo'n groot begrotingsprobleem. Want het CPB heeft laten zien in zijn miljardenramingen dat het EMU-saldo in Nederland al heel netjes in de loop der tijd zo naar de 3% toe loopt. 3,3% in 2015. En als je ook naar die cijfers kijkt van het CPB, dan blijkt alleen dat we in 2013 een hobbeltje hebben. En we moeten een hobbeltje nemen. Maar dat hobbeltje, dat kun je ook gewoon laten zitten, want dat gaat vanzelf weer weg. Dus het is eigenlijk een beetje raar dat je dan allerlei incidentele maatregelen gaat verzinnen, want dat is wat er nu gebeurd is. Om die dan later weer ongedaan te maken, want dat heeft in het Koenderspak gezeten, of zit in het Koenderspak, dat het heeft ook in het Catshuispak gezeten. En dat is dus economisch eigenlijk nauwelijks te verantwoorden. Nou, kijk, wat naar mijn idee dus in ieder geval niet had gemoeten, sowieso niet, dat is die btw-verhoging. Dat levert dan wel iets op, hè, maar dat is een enorme dempende effect op de bestedingen. Dus dat motiveert de economie niet. Daar moeten we dus mee ophouden. Er moet wel iets bezuinigd worden, want het EMU-saldo zal op termijn naar 3,3% gaan. Dus dat is wel iets te veel. Met 3 miljard ben je eigenlijk al klaar. Maar goed, laten we voor de zekerheid 6 miljard nemen. En 6 miljard zou je moeten bezuinigen. Dan moet je bezuinigingen nemen die daar geen negatieve effecten op de economie heeft. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan het nu al direct gaan aanpakken van de hypotheekrenteaftrek. Want in het Koendersakkoord staat eigenlijk dat dat niet gebeurt. Dat moet dus wel gebeuren. Dus niet alleen die hypotheek die aflossingsvrijheid moet worden aangepakt, maar zeker ook bijvoorbeeld hypotheken voor mensen met hoge inkomens en dure huizen. Dat levert heel veel op. En dus dat levert op korte termijn 1,5, misschien wel 2 miljard op. Er is ook toch een mogelijkheid om bijvoorbeeld de rijke ouderen, die worden ook heel erg qua belasting in de luwte gezet, om daar wat weg te halen. Nou ja, zo zijn er nog wel een aantal belastingen te noemen. De bankenbelasting, daar zou ook heel veel meer kunnen worden binnengehaald dan nu in het plan zat. En dan zit je naar mijn idee zo tussen de 4 en de 6 miljard. En dat zijn dan maatregelen die in mijn idee weinig negatieve effecten op de economie hebben. En dus de groei bevorderen. Zeker in vergelijking met het Koenderspact. Wat zijn er economisch aan sterke maatregelen genomen? Nou, ik zie eigenlijk niet zo heel veel sterke maatregelen. Twee kleine puntjes, ja, in het Koenderspact dan. Dat is dat de WW voor 6 maanden naar de werkgevers wordt geschoven. Dat betekent voor werkgevers een prikkel om mensen niet te gauw te ontslaan. Dus dat is een goede maatregel. En dat de aflossingsvrije hypotheek niet langer mogelijk is. Dat had natuurlijk al lang niet meer mogelijk moeten zijn, maar dat is dan ook een goede maatregel. Maar ja, daar houdt het eigenlijk wel een beetje mee op. En er zijn een aantal sociale maatregelen genomen. Dus bijvoorbeeld in de bijstand, de regeling dat huishoudens maar 1 bijstandsuitkering mogen hebben, dat is versoepeld. Dat is natuurlijk vanuit sociaal oogpunt gezien. Maar aan de andere kant zie je nou weer dat bijvoorbeeld bij de verhoging van de AOW-leeftijd de voorziening voor zware beroepen gewoon wordt geschrapt. Dus dat is dan weer een heel erg asociale maatregel. Dus het is erg gemixt. En ik denk dat toch de conclusie is dat in economisch oogpunt er niet veel goeds gedaan wordt. En in sociaal oogpunt dat het per saldo eigenlijk ook niet zo'n grote vooruitgang is. Mario Draghi zegt op 3 mei dat er een groeipak moet komen en dat de landen daarna moeten streven. Valt dit daaronder? Nee, dit is typisch geen groeipak. Wat ik al zei, er worden incidentele maatregelen genomen in de sfeer van lastenverzwaring. Dus er worden lastenverzwaring ingevoerd en die worden later weer weggehaald. Maar die betekent natuurlijk wel dat die negatieve effecten zullen hebben op de besteding in de economie. Dus slecht voor de groei ook. Verder, qua hervormingen zie ik dus weinig hervormen en ook weinig groei. Er zou dus eigenlijk veel meer in het hele pact, maar goed, dat had op Europees niveau denk ik ook wat meer afgesproken moeten worden. Zouden van de sterke landen, Nederland en Duitsland, zouden gewoon meer maatregelen genomen moeten zijn die gewoon de besteding in heel Europa en dus ook de groei in heel Europa bevorderen. En dat zie je nu niet gebeuren. En wat er nu gebeurt in feite is dat een groot deel van Europa aan het bezuinigen is geslagen. En dus we gaan met z'n allen de kelder in.